Meneer Rector Magnificus, geachte aanwezigen. In deze oratie met de titel Deeleconomie onder één noemer komen twee zaken aan de orde. Ten eerste de oneerlijke definitie van deeleconomie, die de huidige verwarring rond het fenomeen en de terminologie probeert te verhelpen. Op die manier probeer ik deeleconomie dus letterlijk onder één noemer te brengen. Ten tweede zal ik laten zien dat niet alleen de wetenschap, maar de gehele samenleving bezig is die deeleconomie onder één noemer te brengen. In dit proces gaat het niet zozeer om de inhoudelijke definitie, maar meer de wijze waarop wij als burgers, bedrijven, overheden, belangengroepen de deeleconomie willen vormgeven. Of met een ander woord, hoe de samenleving de deeleconomie wil institutionaliseren. Ik zie de deeleconomie als een voorbeeld van een doorbraakinnovatie. En dit is ook het algemene thema van mijn onderzoek de komende 5 jaar, dat zo genereus is gefinancierd door NBO. Bij doorbraakinnovaties gaat het om radicale vernieuwingen die niet passen in de bestaande categorieën van wetenschap, markt, overheid, recht of moraal. Een doorbraakinnovatie leidt dus tot een talig proces, een maatschappelijke discussie over definities, categorisering, ethiek en regulering. En pas na een lang en doorgaans moeizaam proces kan een doorbraakinnovatie het nieuwe normaal worden. En zo onderdeel worden van de mainstream cultuur. Een interessante geografische vraag bij doorbraakinnovaties is waar die innovaties dan ontstaan. In het NWO-onderzoek wil ik die oorsprong, geografie en ook de institutionele inbedding van allerlei doorbraakinnovaties gaan onderzoeken. Ik zal me hierbij niet beperken tot technologische doorbraken, zoals in duurzame energie of luchtvaart of ICT. Ook wil ik kijken naar wetenschappelijke doorbraken. Die hebben geleid tot nieuwe paradigma's. Of naar culturele doorbraken die hebben geleid tot nieuwe kunststromingen. Voor vandaag beperk ik me slechts tot één voorbeeld van een doorbraakinnovatie, de deeleconomie. De analyse van de deeleconomie die ik vandaag wil maken is overigens illustratief voor hoe wij onze studenten bij innovatiewetenschappen opleiden. Die zoektocht naar werkbare instituties en het effect hiervan op innovatie is ook duidelijk zichtbaar in het werk van mijn collega's. Zoals bij Marco Hekkert, die kijkt naar duurzame energie en materialen. Ellen Moors, die kijkt naar nieuwe medicijnen en therapieën. Of Rob Raven, die kijkt naar transportinnovaties en slimme stadconcepten. We leggen ieder onze eigen accenten, maar we proberen immer een complete en complexe plaatje te zetten. Wat is nu eigenlijk deeleconomie? Samen met Omele ben ik gekomen tot de volgende definitie. Het fenomeen dat consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoeden, eventueel tegen betaling. Volgens deze definitie gaat het dus om goederen die gedeeld worden in gebruik en zo beter worden benut. Denk aan uw huis dat u kan verhuren via Airbnb of uw auto via Snapcar, maar ook de ladder die u leent aan de buren of kleding die u uitleent. Vrienden. Het woordje onbenut is hier van belang, omdat hiermee de deeleconomie wordt onderscheiden van het aanbieden van diensten tussen consumenten onderling. Er is een verschil tussen een taxi bestellen via Uberpop en een lift regelen via BlaBlaCar. Bij een taxidienst creëert de consument nieuwe capaciteit door een taxi op afroep te bestellen. Bij liften daarentegen neemt de consument plaats in een stoel die anders onbenut zou zijn. Hetzelfde verschil zie je terug bij huisdelen. Als ik op vakantie ga, kan ik andere toestaan van mijn huis gebruik te maken, dat anders onbenut zou blijven. Maar als ik echt een tweede huis koop en die permanent verhuur aan toeristen, dan run ik feitelijk een illegaal hotel. Aan de hand van deze definitie kan de deeleconomie worden onderscheiden van andere vormen. Dit was wel even de definitie. In het midden van dit figuur spreken we dus van deeleconomie, omdat het gaat om consumenten onderling, C to C, die elkaar tijdelijk toegang geven tot hun spullen, dus het gaat om huren of lenen van je eigen spullen. Hebben we het echter over consumenten die elkaar spullen verkopen in plaats van verhuren, dan spreken we over tweedehandseconomie. Het grootste platform is marktplaats.nl, waar we met z'n allen zo'n miljarden euro's per jaar aan spullen verhandelen.
Deeleconomie, zo gezien, is eigenlijk een logisch gevolg op de marktplaats. Zoals we nu al massaal onze spullen aan elkaar verkopen, gaan we in de toekomst massaal onze spullen ook aan elkaar verhuren. Hebben we het over spullen huren bij een bedrijf in plaats van bij een andere consument, dan spreken we van productdiensteconomie. De dienst die een bedrijf dan levert, bestaat eruit de consument toegang te geven tot een product, terwijl het bedrijf dat product in bezit houdt. Na gebruik van dit product komt het weer beschikbaar voor een andere huurder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autoverhuur door Greenwheels of Hertz, maar denk ook aan Philips, die steeds vaker lichturen verhuurt in plaats van lampen verkoopt. En als we het hebben over diensten in plaats van goederen, dan spreek ik in dit figuur van de ontafroep-economie, ook wel klusjes-economie genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om die taxichauffeur via Uberpop, maar ook de schoonmaker via Helpling, de klussen via Werkspot of een lekkere maaltijd via Thuisafgehaald. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook andere freelance beroepen zich steeds meer via die op-afroep-platformen gaan organiseren, zoals tekstschrijvers, redacteuren, bijlesleraren, gastsprekers, mentorcoaches, notarissen, de oppas, honden, uitlaatservice, thuiskappers, noem het maar. Die stormachtige ontwikkeling van de op-afroep-economie lijkt op die van de deeleconomie, maar roept ook andere vragen op, bijvoorbeeld over de precaire positie van freelancers ten opzichte van het platform. En nieuwe manieren waarop zij zich zouden kunnen gaan organiseren in online vakgroepen. Gelet op de tijd kan ik helaas niet ingaan op deze op-afroep-economie. Voor geïnteresseerden verwijs ik alvast naar een rapport dat ik nu schrijf met mensen van het Rathenouw Instituut, waar dit wel aan de orde komt. Hoe heeft die deeleconomie zo snel kunnen groeien? Airbnb bestaat nog geen 8 jaar en heeft nu al wereldwijd 20 miljoen woningen op de website staan. De liftdienst Babacar heeft na 10 jaar ongeveer 25 miljoen leden. Ook autodelen is net opmars bezig, als je kijkt naar zowel C2C als B2C, met naar schatting al 100.000 gebruikers in Nederland. En ING is vorig jaar te melden dat zo'n 500.000 mensen in Nederland al meedoen met betaalde vormen van deeleconomie. We hebben dus te maken met een exponentieel groeiend fenomeen. Maar waarom groeit die deeleconomie zo snel? 3 redenen. 1. Deeleconomiebedrijven hoeven zelf geen grootschalige investeringen te doen. Immers, de spullen die zijn al in bezit van de consumenten. Het bedrijf treedt enkel op als een platform waarop consumenten die spullen die ze al in bezit hebben gaan verhuren of uitlenen. 2. Delen is vaak goedkoper dan hetzelfde product bij een bedrijf huren. Naast het feit dat het zoveel goedkoper is, weten we ook uit eigen onderzoek dat mensen ook het sociale contact waarderen in die deeleconomie en ook de voordelen voor het milieu. Kortom, de marktverdelen is heel evident en in potentie enorm groot. 3. Bij platformen hebben we te maken met een zichzelf versterkend fenomeen. Hoe meer mensen gaan delen, hoe aantrekkelijker het wordt voor anderen om mee te gaan doen. Immers, als weinig mensen hun spullen aanbieden, is de kans klein dat je vindt wat je zoekt. Gaan meer mensen hun spullen aanbieden, dan zullen ook steeds meer mensen hun website gaan bezoeken. Andere vraag, is die deeleconomie nou iets nieuws? De definitie die ik hanteer maakt duidelijk dat de deeleconomie altijd al heeft bestaan. Voor de komst van internetplatformen verhuurden of leenden mensen al spullen aan anderen. Maar je deed dat met vrienden en familie, omdat je alleen aan hun je spullen kunt vertrouwen. Wat dus nieuw is dat we onze spullen ook uitlenen aan volstrekt vreemden. Stranger sharing. Dat komt omdat het internet de transactiekosten tussen onbekenden enorm heeft verlaagd. Economen verstaan onder transactiekosten alle kosten en moeite die gepaard gaan met het realiseren van een transactie. Het gaat hierbij vooral om zoekkosten en contractkosten. Die waren voor de komst van het internet heel hoog, omdat je heel weinig informatie had over aanbod, prijs, betrouwbaarheid en ook contractvormen die je kon hanteren met andere consumenten. Juist om die reden beperkte het delen zich tot de kring van familie en vrienden.
Via die internetplatformen zijn die zoekkosten en contractkosten plotseling veel lager geworden. Het is nu heel makkelijk om te vinden wat je zoekt en de transacties worden geautomatiseerd afgehandeld via standaardcontracten en online betaalsystemen. Wat ook van groot belang is geweest in die snelle opkomst van de online deeleconomie, is het gebruik van beoordelingssystemen, waarmee aanbieders en vragers elkaars gedrag becommentariëren. Hoewel lang niet alle deelplatformen hier gebruik van maken, is het bijvoorbeeld wel de sleutel tot het succes van Airbnb geweest. Goede beoordelingen wekken vertrouwen en verlagen hiermee transactiekosten. Is die deeleconomie nu wel zo wenselijk? Op het eerste gezicht lijkt deeleconomie enkel goed nieuws. Het is veel goedkoper om spullen van elkaar te huren dan via een bedrijf. Milieutechnisch gezien hebben we door de deeleconomie minder spullen nodig, minder energiegebruik, dus ook een plus. En sociaal gezien komen mensen gemakkelijker met elkaar in contact en ontstaan er vanzelf allerlei nieuwe relaties via het delen. Dus goed voor people, goed voor planet, goed voor profit. Kan het mooi? Helaas lijkt het plaatje niet zo simpel. Zoals bij doorbraak innovaties meestal het geval is, zijn er winnaars en verliezers, zijn er nieuwe kansen en onzekerheden en zijn de lange termijn effecten ambigu. Laten we enkele zaken op een rij zetten. Eerst de economische effecten, dan de milieueffecten en dan de sociale effecten. De directe economische effecten van deeleconomie zijn ontegenzettelijk heel positief. Mensen die vrijwillig een transactie aangaan in de deeleconomie, dat alleen als beide er beter van worden. Denk aan huisverdelen. De huiseigenaar verdient wat bij en de huur is goedkoper uit dan een kamer huren in een hotel. Een win-win. Deze welvaartsstijging is theoretisch gezien een direct gevolg van de verlaging van transactiekosten. Er vinden in die deeleconomie allerlei transacties plaats die vroeger vanwege te hoge transactiekosten simpelweg niet tot stand konden komen. Economisch zien de deeleconomie dan ook bijna allemaal als iets positiefs. Toch zijn de economische welvaartseffecten veel complexer. Ten eerste zijn er ook externe effecten. Dat wil zeggen, derden die overlast vinden van twee partijen die een transactie aangaan. Dit probleem zie je bij huisdelen, omdat buren hinder kunnen ondervinden. Bijvoorbeeld van dronken toeristen die s'nachts gaan branden. Buuroverlast kan trouwens ook optreden bij thuisvolks, iets wat ook heel snel groeit. Als jouw buren wekelijks 10 man over de vloer hebben die tussen elke gang buiten gaan roken en kletsen, is dat voor veel mensen een bol van ergernis. Het bestaan van externe effecten betekent dus dat niet iedereen er per se op vooruit gaat. Als je niet meedoet in de deeleconomie, maar wel overlast ervaart, ga je er als individu op achteruit. Ten tweede moeten we beseffen dat de enorme welvaartsstijging die het gevolg is van de deeleconomie grotendeels in de zakken van een klein aantal mensen verdwijnt. Er is dus een verdelingsvraagstuk. Er zijn eigenlijk twee groepen die vooral profiteren. Ten eerste de eigenaren van platformen. Platformen hebben de neiging tot natuurlijk monopolie. Omdat de meeste mensen gebruik maken van één platform waar alle anderen ook op actief zijn, ontstaat er vanzelf zo'n natuurlijk monopolie. De monopoliewinsten verdwijnen dan in de zakken van platformeigenaren ten koste van consumenten. Saillant detail hierbij is dat een groot deel van de waarde van een platform bestaat uit beoordelingen die de klanten zelf hebben geschreven over elkaar. Terwijl de economische waarde daarvan wordt toegeëigend door dat platform. De tweede groep mensen die vooral zal profiteren in de deeleconomie zijn de mensen die veel bezit hebben. Alleen wie heeft, kan het delen. Je kan dit ook wel het Piketty-effect noemen, omdat juist mensen met vermogen flink kunnen bijverdienen. Dit effect treedt vooral bij huisbezitters die al gauw 10.000 euro per jaar kunnen verdienen, als je tenminste in een populaire stad komt. Een neveneffect van Airbnb is dat als huizen meer waard worden, ook de vrijheid.
vrije sector huren in dat soort wijken zullen zijn. Lage inkomens die huren in de vrije sector worden dan gedwongen te verhuizen naar een minder populaire buurt. Dus in het kort, de deeleconomie draagt bij aan de stijging van de welvaart, maar ook aan de toenemende ongelijkheid van die welvaart. Ten slotte, over de economische effecten, is er een vraag of deeleconomie eigenlijk niet een vorm van georganiseerde misdaad is. Veel mensen verdienen flink wat bij, maar betalen hier niet altijd belasting over, terwijl winkels, hotels en autoverhuurbedrijven dat wel netjes doen. Ik denk zelf dat dit probleem snel op te lossen is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het bestaan van online platformen juist een zegen is voor de Belastingdienst, omdat alle transacties al worden geregistreerd. Technisch gezien is het dan een fluitje van een cent om belasting te gaan heffen, zolang er maar goede afspraken bestaan tussen overheid en platform. Kijken we naar de milieueffecten, dan zijn die denk ik ook positief. Als we meer spullen gaan delen, hoeven we met z'n allen minder spullen te produceren. Delen leidt dan tot minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot in de productie en sloop van spullen. Meer in het algemeen biedt het internet tegenwoordig allerlei manieren om een eerstehands aankoop van een goed te vermijden. Laten we het schema er weer eens bij pakken. Stel je hebt een bepaalde behoefte, bijvoorbeeld een gat in de muur. Dan zijn er vier platformen waar je naartoe kan. Je kan een boor tweedehands kopen van de particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats. Je huurt een boor van een bedrijf, bijvoorbeeld via Bovent. Je huurt een klusser in die voor jou dat gaatje in de muur boort. Of je kan aan een particulier vragen om een boor te lenen of te huren, zoals via Peerbeek. In alle gevallen wordt de aankoop van een nieuwe boor vermeden. Zo ook voor de auto. Stel, je moet van A naar B. Je kan een tweedehands auto kopen. Je kan er eentje huren bij een autoverhuurbedrijf. Je kan een particulier inhuren om je te vervoeren, zoals via Uberpop. Of je kan de auto van een ander particulier huren, bijvoorbeeld via Semper. Laten we die milieueffecten eens nader uitwerken voor autodelen. En dan voor, zowel voor de business to consumer als de consumer to consumer varianten. Het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, rekende al uit dat autodelen inderdaad tot minder auto's leiden. Per 10 autodelers verdwijnen er ongeveer 3 auto's uit het wagenpark. Maar het leidt ook tot minder autokilometers. In beide gevallen levert dat een substantiële energie- en CO2-besparing. De lange termijn effecten zouden nog groter kunnen zijn, omdat bedrijven hun productontwerp gaan aanpassen naarmate producten meer worden gedeeld. Zo wordt bij deelauto's vooral geconcurreerd op die variabele kosten van de verplaatsing. Dat zou een extra stimulans kunnen betekenen voor elektrische auto's, die in aanschaf weliswaar duurder zijn, maar in gebruik juist veel goedkoper. Toch worden die positieve effecten van de deeleconomie voor een groot deel weer teniet gedaan door het zogeheten rebound-effect. Deeleconomie maakt huren goedkoper en deze besparing bij consumenten leidt vanzelf weer tot meer bestedingen. Denk weer aan huisverdelen. Als vakanties goedkoper worden vanwege Airbnb, ga je vaker op vakantie en vaker met het vliegtuig. En als je zelf je huis verhuurt, dan kan je met het extra geld ook weer extra op vakantie of bijvoorbeeld een extra auto kopen. Conclusie, hoewel de milieueffecten positief zijn, moeten we ze zeker niet overschatten. En dan de sociale effecten. Daar waar de deeleconomie zich eerst beperkte tot de kring van familie en vrienden, brengt de hedendaagse deeleconomie juist vreemden bij elkaar. Dit leidt tot allerlei nieuwe en betekenisvolle contacten. Voor eenzame mensen kan delen een manier zijn om uit een sociaal isolement te geraken, omdat deelplatformen een laagdrempelige manier bieden om nieuwe mensen te ontmoeten. Helaas blijkt ook hier weer een aantal alletjes onder het gras te zitten. Ten eerste is het zo dat delen niet alleen tot nieuwe sociale relaties leidt, maar ook ten koste kan gaan van bestaande sociale relaties. Filosofen spreken in dit verband wel over de economisering van het privéleven.
Daar waar je je spullen vroeger uitdeelde aan vrienden of familie, zullen mensen nu eerst een economische afweging gaan maken. Zal ik familie en vrienden te logeren vragen als de Tour de France in Utrecht is? Of verhuur ik mijn huis voor 3 dagen en steek ik 100 euro's in mijn zak? Dat zijn nieuwe vragen die mensen zich eerder niet stelden. Dezelfde tendens zie je bij de op-afroep-economie. In een ultra-flexibele diensteconomie sta je telkens voor de keuze om even te relaxen thuis op de bank of toch maar even een paar tientjes bij te verdienen als een pop-up taxichauffeur, fietscourier, thuisketeraar of wijnlesdocent. Heb je dan nog echt een gevoel van vrije tijd, kan je afvragen. Of loopt werk en vrije tijd dan steeds door elkaar? Een tweede nuancering, als we het over de sociale effecten hebben van de deeleconomie, is dat delen niet per se leidt tot sociaal contact. De trend is nu juist dat de sleutel van een huis, auto of boot steeds vaker wordt overgedragen door iemand die daarvoor wordt ingehuurd, in plaats van door de verhuurder zelf. En over niet al te lange tijd kan je met smartlocks iemand gewoon een pincode sturen die daarmee toegang krijgt tot jouw product. Dit is een van de beloften van het internet der dingen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen juist steeds minder vaak direct contact zullen hebben als zij hun spullen gaan delen. Ook blijkt uit onderzoek dat het beoordelingssysteem waar veel deelplatformen gebruik van maken, juist sociale contacten overbodig kan maken. Als jij je huis verhuurt aan iemand die als betrouwbaar te boek staat, dan is er geen noodzaak meer om die persoon face-to-face te ontmoeten, want het vertrouwen is er al. Onderlinge beoordelingen zijn dus heel effectief om vertrouwen te organiseren tussen mensen, maar vervangen daarmee ook deels het sociale contact. Daarbij is het ook nog zo dat online beoordelingssystemen het sociale contact tussen mensen normaliseren of zelfs disciplineren. De wetenschap dat jij achteraf wordt beoordeeld, of beter gezegd, het ontbreken van privacy leidt tot aanpassing van gedrag. Anticiperend op een beoordeling zullen mensen de neiging hebben om sociaal wenselijk gedrag te vertonen, waardoor mensen minder authentieke relaties gaan. Ten slotte brengt het persoonlijke karakter van de deeleconomie ook met zich mee dat discriminatie en vooroordelen een rol spelen. Zo bleek uit onderzoek dat Afro-Amerikaanse verhuurders in de VS voor hetzelfde type huis en locatie 12% minder huur konden vragen vergeleken met andere Amerikanen. Ook zijn er aanwijzingen dat mensen die spelfouten maken in hun online communicatie als minder betrouwbaar worden ingeschat en daardoor minder snel worden gekozen als aanbieder. Platformen zelf discrimineren feitelijk ook. Zo bepalen Airbnb en Uber zelf, zonder enige transparantie, wie mag participeren op het platform en wie niet. Zo heeft Airbnb in Amsterdam onlangs 107 advertenties verwijderd, zonder daarbij aan te geven welke criteria precies zijn gevolgd. Samenvattend. De economische effecten van deeleconomie zijn heel positief, maar wel scheef verdeeld. De milieueffecten zijn ook positief, vooral bij autodelen, maar wel kleiner dan gehoopt. En de sociale effecten zijn eigenlijk heel complex en mogelijk zelfs negatief. Let wel, die nadelige effecten van de deeleconomie, economisering, disciplinering, discriminatie, komen nauwelijks voor in de oude offline-economie. De gewone winkel, zou ik maar even zeggen. Uitzonderingen daargelaten maken bedrijven in die offline-economie geen onderscheid tussen mensen. Iedereen betaalt dezelfde prijs en krijgt hetzelfde serviceniveau. Die gelijke toegang tot goederen en diensten werd in de 20e eeuw gewaarborgd door de anonimiteit van economisch handelen in openbare gelegenheden. Terwijl in de deeleconomie mensen nauwelijks nog anoniem kunnen opereren. Hierdoor raakt de publieke sfeer en de private sfeer steeds meer verweven en staan ook de bijbehorende instituties onder druk die we hadden opgebouwd in de 20e eeuw. Zo moeten bedrijven zich aan allerlei regels houden, omtrent consumentenbescherming, denk aan regels van productveiligheid, belasting, betalingstermijnen, klachtenregelingen, antidiscriminatie,
verzekeringen, geluidsoverlast, zangoverlast, etc. Maar consumenten die elkaar spullen gaan verhuren, hebben veel minder met dit soort regels te maken. Of, zoals bedrijven redeneren, consumenten ontduiken eigenlijk de regels waar zij als bedrijf wel aan moeten voldoen. Om die reden klagen bedrijven ook over oneerlijke concurrentie in de deeleconomie. Zo komen we bij de belangrijkste vraag die speelt in het debat over de deeleconomie. Hoe moeten wij deze zelfgroeiende partij in goede banen leiden? Welke instituties zijn aanzienlijk? Of hebben we eigenlijk geen regels meer nodig, omdat mensen elkaar zo goed in de gaten houden via beoordelingssystemen? Laten we deze vragen eens uitwerken voor Uwe Pop en Erwin. Om deze vragen te beantwoorden stel ik eerst de vraag welke publieke belangen in het gedicht zijn, om vervolgens de vraag te stellen hoe dan die publieke belangen moeten worden gewaarborgd. Als het gaat over publieke belangen, kan je verschillende standpunten innemen. Eén positie is om te benadrukken dat we de publieke belangen al heel lang geleden hebben gedefinieerd en in allerlei regels hebben gevat. Denk hier weer bij aan de regels omtrent overlast, productveiligheid en klantbescherming. Wat dan in deze optiek moet gebeuren, is dat de overheid een vertaalslag gaat maken richting consumenten die hun spullen aanbieden via de deeleconomie. In extremis zou dit kunnen betekenen dat elke consument die zijn eigen spullen wil gaan delen, een bedrijfje moet oprichten om dit te doen en dus ook aan alle benodigde vergunningen moet komen en alle regels moet volgen die ook voor bedrijven gelden. Deze harde lijn is eigenlijk alleen bij Uwe Pop gevolgd. Hier koos de overheid ervoor om Uwe Pop te verbieden, omdat de chauffeurs die zich aanmelden geen taxivergunning hadden. Er was dus sprake van oneerlijke concurrentie, oftewel broodroof. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de politiek tegelijkertijd een traject heeft uitgestippeld waarin de taxiwet wordt geëvalueerd in het licht van de innovaties die Uber heeft ontwikkeld. Ik verwacht dan ook dat in een volgende kabinetsperiode de regels verder worden versoepeld, zodat Uber Pop zijn businessmodel als legale dienst kan gaan uitrollen. De overheid kan zich ook heel anders opstellen en het delen juist niet als bedrijfsmatige activiteit opvat, maar als een sociale praktijk waarmee mensen slechts iets willen bijverdienen en waarvoor je dus andere regels moet opstellen. In deze optiek wil je de consumenten volop de ruimte geven om hun spullen te delen, juist vanwege de positieve effecten op welvaart, milieu en sociale cohesie. Een typisch argument hierbij, dat ook bij EZ wordt gehuldigd, is dat het publieke belang, zoals klantbescherming, al grotendeels gewaarborgd is via die onderlinge beoordeling. Een ander argument is dat we hier te maken hebben met een doorbraakinnovatie. Door deze meteen in te perken met allerlei regels, zou je als overheid zo'n innovatie frustreren. Het geval van Airbnb is een prachtig illustratie van deze laatste opstelling. De oplossing die de gemeente Amsterdam in overleg met Airbnb heeft gekozen, is om Amsterdammers toe te staan in hun huis maximaal 60 dagen per jaar te vuren aan maximaal 4 personen tegelijk, brandmelders in je huis en enkel met toestemming van de VVE en er moet de toeristenbelasting worden betaald. Met deze beleidsinnovatie heeft Amsterdam als eerste stad in de wereld de verhuur van de eigen woning op een slimme manier willen reguleren. Hoewel de handhaving van de regels nog de mensen overlaat, onder andere omdat Airbnb haar gegevens maar mondjesmaat wil delen met de gemeente, is hier de beleidsfilosofie vooral van belang. Men tracht de verhuur van de eigen woning zo te reguleren dat deze praktijk onderdeel blijft van de deeleconomie zoals die net hebben gedefinieerd. Zonder die regulering zou Airbnb vooral een stimulans zijn geweest voor illegale verhuur met alle gevolgen van dien. Immers, zonder regels zouden veel mensen hun huis permanent gaan verhuren en zelf elders gaan wonen. En in dat geval is er geen sprake meer van deeleconomie. Aan de hand van deze twee voorbeelden, Uwe Pop en Airbnb, heb ik met Toon Meelen, Martijn Aarets en Pieter van der Vlint vertoond dat de economische kracht van platformen
geen autonome ontwikkeling is waar je als politiek geen vat op zou hebben. Juist door regels te stellen bij een praktijk die anderszins zich ongebreideld zou ontwikkelen, kunnen initiatieven beter in overeenstemming worden gebracht met de hele economie en kan tegelijkertijd aan de bezwaren voor oneerlijke concurrentie worden tegemoet gekomen. Het is dus geen kwestie van toelaten of verbieden, maar van nieuwe regels bedenken en telkens evalueren. Zo brengt de samenleving de deeleconomie onder één noemer. Meneer de rector, magnificus, laat ik even kort samenvatten wat ik nu heb gezegd. Ik heb de deeleconomie gedefinieerd, toen heb ik de effecten van deeleconomie geanalyseerd en tenslotte heb ik de beleidsimplicaties geschreven. En wat ik u zojuist heb mogen vertellen, is wat wij bij innovatiewetenschappen onze studenten ook leren. Wij noemen dit technology assessment, oftewel technologiebeoordeling. Hierbij waken je een nieuwe technologie eerst af, dan schat je de effecten in op economie, milieu en welzijn, om vervolgens een geïnformeerde discussie te kunnen voeren over de wenselijkheid van een innovatie en de bijbehorende regelgeving. Het interessante van deeleconomie is wel dat dit innovatieproces eigenlijk omgekeerd verloopt in vergelijking met andere innovatieprocessen. We hebben hier te maken met wat ik zou willen noemen reverse technology assessment, of in goed Nederlands omgekeerde technologiebeoordeling. In een traditionele technologiebeoordeling wordt eerst een innovatie wetenschappelijk onderzocht, dan vindt er een normatieve publieke discussie plaats over de wenselijkheid ervan. Dan komt de politiek met regulering en dan pas komt een innovatie op de markt. Zo gaat het bijvoorbeeld bij medicijnen, vliegtuigen, bouwmethoden, speelgoed. Eerst onderzoek, dan veiligheid testen, dan regelgeving en dan marktintroductie. Bij de deeleconomie is dit proces feitelijk omgedraaid. Bedrijven lanceren namelijk eerst een nieuw platform. En daarna volgt pas de normatieve discussie. En daarna pas het wetenschappelijk onderzoek. Deze bedrijven negeren willens en wetens de bestaande regels. Als het platform snel groeit, dan creëert een platformbedrijf vanzelf legitimiteit. Dan staan politici onder druk om de regels aan te passen ter gunste van het platform. Zij moeten dit echter doen op basis van summeren en informatie over alle neveneffecten van zo'n innovatie. Het zijn juist de bedrijven die de gegevens in handen hebben waarmee die effecten zouden kunnen worden geanalyseerd. Maar helaas voor de overheid en ook volgens ons wetenschappers delen bedrijven hun data niet. Het grote voordeel van een omgekeerd innovatieproces is dat we veel sneller leren over de effecten van een innovatie in de praktijk. Daarnaast is de kennis over een innovatie die wordt opgedaan in de praktijksituatie sowieso veel rijker dan de kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het grote nadeel van dit omgekeerde innovatieproces is dat er een democratisch tekort kan ontstaan. Zo maken platformen als Uber en Airbnb gebruik van een leger PR-medewerkers en lobbyisten die iedereen warm moeten maken voor hun platform. Ook vragen platformen hun gebruikers om als ambassadeurs van hun platform op te treden. Zo zette Airbnb zijn host in als proefkaart in campagnes tegen strengere wetgeving in verschillende Amerikaanse steden. En met succes. Ook in Nederland riep Uber zijn klanten op een petitie te tekenen. Op zich legitiem, maar ook een noviteit in ons landje, waar bedrijven doorgaans de voorkeur geven aan polderen boven het zoeken van de confrontatie. Zonder al te bouwen voorspellingen te willen doen, lijkt het erop dat we in een nieuw technopolitiek tijdperk komen te leven, waarin niet zozeer de politiek, maar een kleine groep van platformbedrijven de richting van technologie gaan bepalen. Hier treden platformen op als zogenaamde institutional entrepreneurs, institutionele ondernemers. Dat zijn bedrijven die allerhande tactieken inzetten om de normen, waarden en regelgeving te doen veranderen in de samenleving, opdat zij hun commerciële succes kunnen behalen. En dat ten koste van bestaande bedrijven. De overheid zal zich dus moeten bezinnen hoe om te gaan met dergelijke disruptieve ontwikkelingen.
Vooralsnog lijken Nederlandse overheden redelijk goed in staat om belangen af te weten en nieuwe regels te bedenken, zoals de gevallen van Airbnb en Uber opnieuw te zien. Toch zal de dynamiek in de toekomst zich mogelijk verhevelen als verschillende technologische systemen nog meer met elkaar verknoopt raken, als gevolg van het Internet of Things, meer autonome apparaten en geavanceerde surveillance-technologie. Meneer de rector Magnificus, laat ik mijn voordracht afsluiten met een aantal onderzoeksvragen die ik met collega's en studenten de komende tijd wil oppakken. Dit zijn overigens vragen die niet alleen over de deeleconomie gesteld kunnen worden, maar ook over bijna alle andere doorbraakinnovaties. Laat ik er drie noemen. 1. Hoe moeten we dat fenomeen van institutioneel ondernemerschap begrijpen? Onder welke omstandigheden is een bedrijf in staat de regels in zijn voordeel aangepast te krijgen? En wat is hierin de rol van consumenten? Dit soort onderzoeksvragen leent zich bij uitstek voor geografisch onderzoek. Zo wil ik gaan kijken naar verschillende opstellingen van overheden tegenover Uberpop in de VS, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Een tweede vraag. Is er een alternatief voor de for-profit platformen? Waarom zien we zo weinig succesvolle platformen die als non-for-profit organisaties zijn opgericht? Of als vereniging of als coöperatie? Meer in het algemeen, wat bepaalt dat een platform snel kan groeien? Is het groot kapitaal hiervoor een vereiste of zijn er andere manieren om dit te bereiken? Dit soort vragen lenkt zich bij uitstek voor interdisciplinair onderzoek binnen ons instituutiesprogramma. Ten slotte. Wat kunnen de bestaande bedrijven leren van de deeleconomie? Zijn zij in hun bestaande bedrijf of kunnen zij zich daarin aanpassen? Als het gaat om aandelen bijvoorbeeld, zouden leasemaatschappijen zich niet kunnen omvormen tot een aandeelbedrijf? En zou Bosch niet hun boren zelf moeten gaan verhuren in plaats van leidzaam toezien hoe hun verkoop terugloopt? Deze vragen passen naadloos in ons lopend onderzoek naar disruptieve innovatie, geïnspireerd door het werk van Christensen, Dozy, Van Diepel en anderen. Meneer rector Magnificus, laat ik afsluiten met een aantal woorden van dank. Ten eerste wil ik het college van bestuur van harte bedanken voor het vertrouwen in mij als hoogleraar innovatiestudies. De overstap van Eindhoven en Utrecht was geen gemakkelijke beslissing, maar is wel goed bevallen. Belangrijk in mijn keuze voor Utrecht zijn de cross-facultaire verbanden zoals binnen de thema's instituties en duurzaamheid. Deeleconomie past daar naadloos in. En theoretisch voel ik me ook aangetrokken tot het meer recente focusgebied complexe systemen. Complexiteitstheorie heeft al sinds mijn promotieonderzoek mijn belangstelling, omdat het bij uitstek geschikt is om innovatie mee te formuleren. Ook dank voor de warme ontvangst door het bestuur van de faculteit Geowetenschappen en van mijn collega of leraar van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ik voel me als een vis in het water bij Geo, omdat hier geen grenzen getrokken worden tussen disciplines en onderwerpen, nog tussen opleidingen en departementen. Meer in het bijzonder wil ik mijn collega's Mark Hekkert en Anne Mors en Rob Raven even noemen. We vullen elkaar goed aan en weten elkaar snel te vinden. En we delen ook de ambitie om de internationale allure die onze club al heeft, nog verder uit te bouwen, maar tegelijkertijd om ons ook nog beter in te bedden in de universiteit en in de samenleving. Ook een woord van dank aan mijn collega's uit het Eindhoven. Mijn vertrek was plotseling en wellicht te snel. Toch heb ik er bijna 5 jaar gewerkt en met veel plezier. Jullie aanwezigheid doet me echt heel goed. In de aanwijzingen van het bedrijf staat duidelijk geschreven dat je dankwoord verbonden moet zijn. Ik moet het helaas kort houden. Ik heb met ontzettend veel mensen samengewerkt in de rol van promotendus, naast een collega, docent en promotor. Alle samenwerkingen zijn buitengewoon boeiend geweest, zowel binnen de academie als ook steeds vaker buiten de academie, waar ik inmiddels bekend sta als de dokter Plavan van de deeleconomie. Dank voor al deze interessante projecten en ontmoetingen. Ik leer elke dag van anderen en dat maakt het werk zo goed.
Dank ook aan alle vrienden. Ik ben blij dat veel van jullie er vandaag bij zijn. En ik denk ook aan hen die er vandaag helaas niet bij kunnen zijn. Ik ervaar veel steun en interesse van jullie in mijn werk en in mijn leven. En de etentjes en kaartsessies zijn heerlijk ontvangen. Ten slotte, lieve familie, fijn dat jullie er zijn. We zijn vandaag helaas niet meer compleet. Hoe anders 6 jaar geleden, toen Henk en Evert vol trots in de zaal zaten. Ik was graag met hun de discussie aangegaan over de deeleconomie en een betere wereld. Bedankt Bernadette dat je de kranten bijhoudt over het fenomeen delen, maar veel meer nog bedankt voor je liefdevolle moederschap. En Jos, gefeliciteerd met je verjaardag en mooi om je weer in de loopbaan te mogen aanschouwen. Dan mijn liefste, mijn vrouw Mirjam. Hoe maak ik het ooit goed dat ik je niet noemde in het voorwoord van mijn proefschrift? Nu ben je zelf aan de slag gegaan met je eigen proefschrift. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar die eerste pagina. Maar ook naar de rest natuurlijk. Soms zijn het roerige tijden, maar je helpt er altijd doorheen. En ons wijfje, lieve Mai, is er ook altijd voor mij met haar enorme dosis energie en humor. Elke dag een feest. Ik kan me niets beter wensen dan met jullie te zijn. Ik heb het gezegd.